De stichting Mang Mit Mang organiseert in verband met Vaderdag wederom de Papa Wiki of Vaderweek. Het thema dit jaar is vaders aandacht voor werk en gezin. In deze week vraagt Mang Mit Mang aan de gemeenschap speciale aandacht te schenken aan de rol van vaders op het werk en in het gezin. Karel Breeveld, voorzitter van stichting Mang Mit Mang, zegt dat het doel van deze week is om vaderschap binnen de samenleving te benadrukken. En aangeven dat die heel erg belangrijk is. U weet dat met Moederdag er heel veel aandacht besteed wordt aan moeders. En we zijn helemaal niet in een soort race hoor, of competitie met Moederdag, absoluut niet. En moeders, we vinden moeders belangrijk, even belangrijk als vaders. Maar we zien dat die vaderrol een stukje extra backing nodig heeft, een stukje ondersteuning nodig heeft. En we moeten het vaderschap versterken, waardoor vaders een prominentere rol vervullen in de levens van hun kinderen. En veel vaders doen het al, maar natuurlijk, er zijn nog een heleboel vaders die echt een extra duw nodig hebben. Dus wij doen dat en daarom is Papa Wiki nodig. Niet gewoon een vaderdag, maar de hele week voor vaderdag gaan we gewoon met vaders aan de slag op allerlei gebieden. En we vragen de hele gemeenschap om daarin mee te doen. Zowel het bedrijfsleven, de particuliere sector, als de NGO's, als de kerken, als de overheid. Want op die manier kunnen we het vaderschap versterken en daardoor vaders het gevoel geven van we zijn belangrijk. Breeveld zegt dat een gezonde balans van groot belang is. Investeren in tijd en aandacht binnen het gezin legt een goede basis voor onze kinderen, meent de voorzitter. Vandaar zijn boodschap als inspiratie naar de vaders toe. We moeten er alles aan doen om inderdaad er voor onze kinderen en onze vrouw en onze gezinnen er te zijn. Want ze hebben ons nodig. En ik weet dat veel vaders echt zich inzetten. We hebben in de afgelopen tijd gezien hoe steeds meer vaders inderdaad op een goede manier invulling geven aan hun rol. We zien bijvoorbeeld bij de consultatiebureau steeds meer mannen met hun vrouw. We zien bij bevallingen dat ook gebeuren. We zien veel meer vaders hun kinderen afzetten op school. Alhoewel de school nu niet draait, maar als de school draait, zien we dat veel meer gebeuren. En dat zijn op zich wel heel positieve dingen. Dus ik wil tegen vaders zeggen, we gaan ervoor en laten we er alles aan doen om ook onze seksgenoten mee te nemen. De mannen, andere mannen om ons heen. Want ja, het is ook iets wat je nergens leert. Je moet proberen op jouw manier het vaderschap vorm te geven. En soms kun je leren uit fouten, maar ook uit hele goede ontwikkelingen van anderen. Dus de boodschap is, hey, laten we van elkaar leren. Laten we het beste ervan maken. En laten we inderdaad op een excellente manier ons vaderschap neerzetten. Karel Breeveld, voorzitter van stichting Mang Mit Mang. De stichting doet een beroep op alle actoren om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het versterken van het vaderschap.